Kapotgeschoten scholen en kinderen die leren wat ze moeten doen bij bombardementen. Het lijkt heel gewoon voor de kinderen in Syrië of andere conflictgebieden. Maar dat zou het niet mogen zijn, want een bom op je school kan een trauma zijn dat de rest van je leven tekent. Dat was hier een geronk. Dat kun je niet geloven. Alles trilde. En dan denk ik dat ik buiten gecatapulteerd ben, want die anderen waren allemaal dood. Kun je dat nu geloven? Tijdens de Tweede Wereldoorlog, op 5 april 1943, wilden de Amerikanen een Duitse vliegtuigfabriek in Mortsel bij Antwerpen bombarderen. Ze gooiden 600 zware bommen, maar slechts 4 troffen de fabriek. Al de rest kwam op het dichtbevolkte Mortsel terecht. 936 mensen kwamen om, onder wie 250 kinderen, want ook de 5 scholen in Mortsel werden gebombardeerd. Amai zeg, dat was mijn klas. Dat was mijn klas zeg. Kun je dat nou geloven? Daar zat ik ze. En daar zat Jacqueline. En hier zat... Oh. Hoe is het mogelijk, hè? Ik weet goed waar ze allemaal zaten in de klas. Dat is eigenaardig dat je dat niet vergeet. Ik zie nog die naast mij zat. Met hoeveel kinderen was u in de klas? 22. En hoeveel hebben het overleefd? 2. Na de oorlog werd de school terug opgebouwd. Helene was op de dramatische 5 april 1943 10 jaar. Al haar vriendinnetjes waren plots weg. Van haar klas bleef alleen een grote put over. Daarin de lijkjes van 103 kinderen. Helene lag zwaar gewond en in coma. 100 meter verder tegen de kerk. Ze had haar leven lang pijn en haar linkerarm is verlamd. Verschrikkelijk. Ze hebben mij hier een wrak gemaakt. Hè. 50% oorlogsinvalide. Maar ook een gebroken leven, toch? Amai. Ja, ze. Het is zo. Ik leef nog, hè. Oh, die anderen zijn allemaal weg. Toen Helene in het ziekenhuis uit haar coma ontwaakte, kreeg ze het bezoek van de radeloze moeders van haar overleden klasgenootjes. De mensen die hadden dan vernomen, die moeders, dat er nog een kindje over was van die klas. En die mensen kwamen binnen. Hè. Moeders, helemaal in het zwart, perroet, helemaal, dat waren voor mij rozinen die voor dat bed verschenen. Daar had ik schrik van. En dan zei die, ik ben de mama van. En wat wilde die dan weten? Of dat niks meer gezegd had en hoe dat gegaan was. En... Heeft hij niet geroepen op mij? Ons Lilianneke niet geroepen op mama. Oh, mensen leven toch, als ik daaraan denk. Die vroegen allemaal naar de laatste momenten van hun kind. Dat is zeker, dat is normaal, hè. Ook Jos maakte de bombardementen van Mortsel mee. Hij was toen 9 jaar. Hij praat bijna nooit over die vreselijke dag in zijn leven. Ook al verloor hij toen zijn moeder en heel wat familieleden en vrienden. Mijn ouders dus, hè. Allee, weet je nog wanneer het die foto is genomen? Die in 42, of misschien nog begin 43. Dus net voor het bombardement. Net voor het bombardement, deze. Pieter Serien noteert al 10 jaar de verhalen van de overlevende kinderen van toen om ze te verwerken in boeken. Tot voor kort werd er in Mortsel weinig gepraat over het bombardement. Het duurde zelfs 60 jaar alvorens de Belgische overheid de slachtoffers erkende. Er zijn meer slachtoffers gevallen in Mortsel dan in bekende bombardementen zoals dat van Rotterdam, Guernica, Coventry. En toch is dat van Mortsel helemaal niet zo bekend. Hoe komt dat, denk je? Eigenlijk is het heel eenvoudig. Mortsel is gebombardeerd door de Amerikanen. En anderhalf jaar na het bombardement waren die daders van het bombardement, de Amerikanen, de helden van de bevrijding. En mocht er eigenlijk niet hen iets verweten worden, zij moesten gevierd worden. Zeker de kinderen die opgroeiden in gezinnen die heel zwaar getroffen waren door het bombardement, heerste er een cultuur van zwijgen. Sommige van die kinderen die werden echt gewoon weggehouden van het verwerken, van de herdenking, van het herinneren.
Kinderpsychiater Peter Adriaanses woont in Mortsel en zet zijn schouders mee onder het project van Pieter en het stadsbestuur om te leren uit de oorlogstraumas van toen voor de oorlogskinderen van vandaag. Ik denk dat de samenkomst actueler is dan ooit. Wij worden nu in Europa massaal geconfronteerd met de vraag: wat gaan we doen met de vluchtelingen? Ja, er zijn vele opinies. En wij moeten leren van zij die de ervaring hebben. Wij moeten net uit de getuigenissen leren, wat zouden we nu best doen? Ook Jos zat op school tijdens het bombardement. Hij liep onmiddellijk naar zijn huis om zijn familie te zoeken. Kom ik op die hoek. Ik zie nog het hoekhuis. En het huis daarnaast, waar nu een vakbond staat, dat was mijn huis en dat lag plat, volledig plat. Even daar gestaan, ik zag niks. Ik denk, och nee, dat is niks. Terug door voorbij de school, 50 meter, huis van tante Bertha. Ook plat, ook een hoop stenen. En dan dacht ik, nu ben ik alleen op de wereld. Hè. Mensen lijken, stukken van mensen, erover, ernaast, tot aan de school van mijn zuster Paula. En daar weer hetzelfde scenario. Weer alles plat. Ik zeg, allee, nu is het toch wel goed geweest, hè. Ween je dan niet als kind? Nee, daar heb je geen tijd voor. Daar heb je geen tijd voor. Ik ben maar bezig voor te zien waar nog een reddingspaal is als manneke van bijna 10 jaar. En nu kom ik terug op de hoek en dan staat op die puinhoop mijn vader, boven erop. Wat een opluchting, wat een opluchting. En dan was het alleen nog zoeken naar ons moeder. En s'avonds om 19:30 is mijn moeder dan gevonden op de keldertrap. Er lag een hoop stenen van 2 meter op. Heel dat huis lag daarop. En je moest op de keldertrap geraken. Dat was heel zwaar. Werken. Dus zal die vader ook wel geslapen hebben die nacht. In elk geval, wij als kind, wij zijn in slaap gevallen. Maar u vertelt er vrij emotieloos over. Hoe komt dat? Ja, de feiten. Zo is dat verlopen. En zo heb ik heel mijn leven verder geleefd. En ik denk dat door verder leven en verder werken, ik dat heb kunnen verwerken. De gruwel die de kinderen toen in Mortsel hebben gezien, is echt vergelijkbaar met wat de kinderen vandaag in plekken zoals Syrië moeten meemaken. Beelden van mensen die ze kennen, die aan stukken gereten zijn. Bijvoorbeeld hier in Mortsel een bus die getroffen wordt door een bom en die volledig uitbrandt met de 30 inzittenden erin, al gillend. Kinderen die er rondlopen. Dat zijn beelden die hun leven bijblijven en die voor altijd als een litteken blijven gelden. Het drama voor een kind, slachtoffer, is dat het niet meer dezelfde kop heeft als u en ik. Als wij op het nieuws een beeld zien van oorlogsgeweld, dan zeggen wij, daar kan je toch niet in overleven. En zie eens die mensen, die zitten alle dagen in Aleppo te midden van die bombardementen en die leven gewoon voort. Maar de mens in Aleppo of degene hier in het bombardement heeft niet dezelfde kop. Dat is een kop die leeft onder een enorme shot van stresshormoon dat ons verandert en dat maakt dat we apathisch worden. Mensen zeggen, ik weet eigenlijk niet meer hoe dat ik dat gedaan heb. Ja, op slag ben je een ander mens. Sinds dat bombardement kan ik niet meer emotioneel zijn, nee. Alles is bij mij zakelijk. Alles, alles, alles. Maar hoe was je als kind voordien? Was je een ander kind? Heel gevoelig, heel gevoelig. En ik had mijn moeder. Zij hebben ondervonden dat
het leven heel goed kan gaan. Je gaat naar school, mama gaat mij straks komen halen en plots slaat een bom in en van dan af is het leven veranderd. Bij al deze mensen hoor je, er is een leven voor het bombardement en een leven na het bombardement. Het heeft een handtekening gezet. Is daardoor uw leven niet heel snel gegaan? Heel snel. Ik ben nu al 80 en een paar jaar meer. En wat ik hier nu vertel op deze plaats, dat is precies een paar weken geleden gebeurd. Hè. Zo vlug gaat dat. Hè. Uw leven is voorbij gevlogen? Gevlogen. Omdat ik nog geen minuut heb stilgezeten. En dan heb ik wel dikwijls gezegd, waarom mijn moeder? Waarom mijn moeder? En dan is door het werken dat overgegaan, ja. Vele van de 936 doden zijn begraven op het kerkhof van Mortsel. Daar liggen ook de klasgenootjes van Helene. Verder ga ik niet. Ik weet het wel waar ze liggen. Ik weet het wel waar ze liggen. Dat is verschrikkelijk. Dat ik kunnen bijliggen, hè. Of, het is nu niet, hè. We gaan niet zagen, hè. Helene kon door haar verwondingen nooit een normaal leven leiden en had nood om haar verhaal te vertellen. Maar weinig mensen wilden luisteren. Als kind voelde ze zich eenzaam en onbegrepen. Ik kon me moeilijk aanpassen. Ze hebben veel last gehad toen ze met mij. Maar ik kon daar niet aan doen. Hè. Ik wist niet beter. Ik had dan maar van alles zeggen en doen. En niemand interesseert zich daaraan. Hè. Wie interesseert zich daaraan? U kon nergens uw verhaal kwijt als kind. Mensen die slachtoffer geweest zijn van vreselijke dingen en daar nooit erkenning voor kregen, zijn ook miskende kinderen in een groot lijf. En het is pas op het ogenblik dat iemand zegt, wat heb jij meegemaakt? En degene die dan onbevangen luistert, krijgt het ganse verhaal en mensen ervaren, raar genoeg, dat daardoor hun stress begint te zakken en ze zich ook beter beginnen voelen. Als enige materiële herinnering uit haar kindertijd bewaart Helene de doodsprenten van haar klasgenootjes. Als ik die bijlijkjes allemaal he, vastpak, he. Ik kan me niemand niet tegenhouden. Mijn man zegt dan altijd, laat ze liggen in de kas. Kan niet, kan niet, ik moet ze zien. Drie zusjes en hier nog twee zusjes en een broertje, zie je het? Allemaal dood en dat is onze juffrouw. De enige dochter is ook dood. Ik heb het ergste meegemaakt. Maar hulp nul, hè. Dat bestond gewoon niet. Het gewone leven moest dat opvangen.